Het hoofd van de Amerikaanse Secret Service is dus opgestapt. President Joe Biden bevestigt dat ook zojuist. Dus snel naar onze Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemiddag. Ja, goedemiddag Kees. Nou, gisteren was er natuurlijk al die hoorzitting waarin ze moest verantwoorden waarom de Secret Service niet goed genoeg heeft ingegrepen, waardoor er dus iemand op Donald Trump kon schieten de 13e juli. Toen zei ze dit. Both sides of the aisle today have asked for your resignation. Would you like to use my 5 minutes to draft your resignation letter, yes or no? No, thank you. Was this a colossal failure? It was a failure. Yes or no? Was it a colossal failure is the question. Yes or no? I have admitted this is a terrible... This is a yes or no series of questions. Was this a colossal failure? Yes or no? Yes. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th? Yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're full of shit today. So? Die kreeg de wind van voren. Was dit al een voorteken dat haar functie onhoudbaar was geworden? Ja, absoluut, absoluut. Dat was natuurlijk al heel moeilijk na die aanslag, maar na deze hoorzitting helemaal compleet onhoudbaar. Je hoorde een Republikeins congreslid, Nancy Mace, die ook wel heel boos was, hoor je. Democraten die waren ook woedend op haar. Die gebruikten misschien wat andere woorden, maar dat was ook echt heel venijnig, heel boos, heel gefrustreerd ook. Na afloop van die hoorzitting kwam er meteen een gezamenlijke verklaring van Democraten en Republikeinen dat ze op moest stappen en wel meteen. Zo vaak zijn die twee partijen het niet met elkaar eens. Ze had gewoon echt geen antwoord op al die kritiek die er was. En die kritiek was enorm, meteen na die aanslag al. Want dit had natuurlijk gewoon nooit mogen gebeuren, dat er geschoten kan worden op een presidentskandidaat, op een oud-president ook nog. En ja, daarna ook het nieuws dat naar buiten kwam over die aanslag. Het werd steeds pijnlijker voor de Secret Service. Cheadle, deze mevrouw, die had er dus geen enkel goed antwoord op. Ze moest echt weg. En waarom had ze geen antwoord op al die vragen? Ja, dat vroegen die congresleden zich ook af. Eventjes ter verdediging. Het onderzoek loopt nog. Het is vrij kort geleden. Dus sommige dingen zijn nog een beetje onduidelijk. Maar je wil natuurlijk wel meer weten. Omdat het juist ook zo'n ongelofelijke fout is gegaan. Er is zoveel verkeerd gegaan. En het zijn zulke basic dingen die we horen. Daar moet je dan toch wel een antwoord op hebben. En bij heel veel dingen was het van, ja, het is nou eenmaal verkeerd gegaan. Of ja, dan moet ik even bij u terugkomen. Bijvoorbeeld, die congresleden hadden gevraagd om alle videomateriaal, gewoon al het materiaal om dat te geven. En daar kon ze ook niet over zeggen van, hebben we nou alles gegeven? Ze was gewoon, ja, ze had gewoon geen antwoord. Het was echt heel pijnlijk om te zien. Ja, toch, ze noemde het al de grootste faal van de Secret Service sinds de aanslag op Reagan in 81 was, ja. Dat. Is het haar nou ook echt aan te schrijven, of is het nu gewoon dat zij als directeur de verantwoordelijkheid moet nemen en dat zo gedaan is? Ja, het is natuurlijk dat laatste. Zij is de grote baas die de verantwoordelijkheid heeft. Ze zei zelf ook van, ja, ik ga natuurlijk niet persoonlijk al die locaties waar die presidentskandidaten heen gaan, die ga ik niet allemaal zelf persoonlijk controleren. Nou, dat klopt natuurlijk. Maar ja, zij is nou eenmaal de baas. Zij leidt die organisatie. En als je kijkt wat er verkeerd ging, dat zijn zulke... De schutter, die was vooraf gezien in de omgeving, werd ook als verdacht gezien door de politie. Toch gebeurde er niks. Ze wisten dat dat dakje een gevaarlijke plek was, waar die schutter lag. Toch werd dat dak niet bewaakt. Ze wisten blijkbaar al 20 minuten dat die schutter daar lag. Ze deden toch niks. Toeschouwers waarschuwden dat er iemand met een wapen was op dat dak. En toch mocht Trump dat podium op. Dat is zo ongelooflijk basic dat je echt denkt van, hoe kan dat nou gewoon? En dan is zij inderdaad degene die bovenaan staat, die de verantwoordelijkheid heeft, en niet de persoon die dat dakje had moeten bewaken. Maar het is wel onder haar watch gebeurd natuurlijk. En had ze al een slechte reputatie? Of de service? Nee, voor zover. Nee, ze was eigenlijk een vrij onzichtbaar, zoals dat vaak is met directeuren van de Secret Service, hoor. Iemand die gewoon haar werk doet en niet meteen iemand die in het nieuws is gekomen. De Secret Service is in het verleden wel. De laatste jaren zijn er echt wel dingen over naar buiten gekomen. Dat er bijvoorbeeld wel gedronken werd. Dat er ook wel eens in de tijd van Obama waren er bijvoorbeeld wel wat mensen die dan plotseling naar huis gestuurd werden tijdens een buitenlandse trip. Dat soort dingen. Ze zijn wel vaker in opspraak, maar op deze manier. En wat Kees, wat jij ook zegt, ja, sinds 81 is dit niet meer voorgekomen met Reagan. Dus dat geeft wel aan hoe groot dit is. En nu heeft Biden al gezegd dat hij zo snel mogelijk een nieuwe directeur gaat aanwijzen. Dat onderzoek loopt ook nog. Jan, mag ik direct nog een nieuwtje voor jou houden? Ja, zeker. Ik denk dat je de Washington Post al gezien hebt. Die zeggen, Biden gaat morgen speechen, hè? Ah, is dat morgen? Ja.
Ja, klopt. En dit is die toespraak waar we al zo op zaten te wachten. Hè? Waarin hij gaat uitleggen en gaat vertellen waarom hij besloten heeft om te stoppen met zijn campagne, waarom hij uit de race is gestapt. We hadden natuurlijk dat berichtje op papier, zeg maar, gekregen waarop hij het aankondigde. En toen beloofde hij ook, ik ga het nog toelichten. Nou, dat komt nu dus morgen inderdaad. En dat is wel een bijzondere dag, want morgen is ook de dag dat Netanyahu het Amerikaanse congres toe zal spreken. Zij zullen elkaar ook ontmoeten in de loop van de middag. Dus ik neem dan aan dat dat daarna gaat gebeuren in de Amerikaanse avond. Dat zal prime time zijn, denk ik. En in juli nacht weer zal dat gebeuren, denk ik. Jan, had je dit niet even kunnen regelen dat het tijdens de Daily Move plaatsvindt? Dat vind ik toch erg jammer. Ik kan nog even een mailtje sturen. Precies. Nou, ga dat snel doen. Dankjewel voor nu, Jan Posma, onze man in Amerika vanuit Washington.